Roemer zegt ook, we moeten die economie van ons niet kapot bezuinigen. Bent u gevoelig voor dat argument? Ik wil graag investeren in het onderwijs, maar ik ga geen nepbanen creëren. Ik wil dat de economie weer loskomt. Wat zijn nepbanen trouwens? Nepbanen zijn gesubsidieerde banen. Dat zijn banen die je creëert door veel overheidsgeld uit te geven. Je moet bedrijven de ruimte geven. Je moet zorgen dat die weer vertrouwen hebben. Wilders is nog op vakantie, maar heeft daar blijkbaar wel internet. Mooi, Roemer wil geen EU-boete betalen. Maar waarom wel 7 miljard per jaar aan lidmaatschap van de EU? En miljarden extra aan ontwikkelingshulp? Je hebt nu een ander soort journalisten gekregen. Dat is dan de publieke journalist. Ja. Maar daar zit geen weerwoord bij. Kijk, als je een gewone journalist hebt, die gaat dan eens een keer naar de politie toe. En die vraagt van, wat vindt hij ervan? Hoe is het gebeurd? Maar dat is natuurlijk bij de journalisten, laat ik ze dan maar zo noemen, die je op dit moment hebt met een cameraatje. Heb je dat niet? Bij dit theater mag je je eten mee naar buiten nemen. Dan zit je zomaar op de binnenplaats tussen toneelmeesters en bekende actrices. En als het eten een keertje tegenvalt, dan heb je hier in ieder geval een heel ander uitzicht dan op je eigen kantoor. Daarom staat deze kantine ook in de top 10.